Vrijdag 1 februari jongsleden vond de oprichting van de NV Unify plus Platform Suriname, UPPS, plaats. Met dit platform wordt binnenkort voor alle Surinamers online betalen mogelijk. UPPS is een samenwerking met de Southern Commercial Bank, SCB, de Surinaamse Postsparbank en Telesuur. Meneer Hewaki, een belangrijke dag voor de overheid. Wat kunt u ons over vandaag vertellen? De oprichting van UPPS is voor e-government, dus natuurlijk ook de overheid, een heel belangrijke stap. Met deze oprichting van vandaag krijgen we dat binnen een maand tot twee Unified Pay System van de grond komt. Waarbij alles waar e-government naar streeft om de burger zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat wanneer de platformen er zijn waar we nu aan werken, zoals dat van ROGB, maar ook dat bij SOSAFO, dat er geen cash meer eigenlijk als het zover is. En ook de winkels het systeem gebruiken, de winkeliers, grote bedrijven. Dat er zo min mogelijk cash aan te pas hoeft te komen. En eigenlijk vanuit de overheid geen cash meer aan te pas hoeft te komen. Dat betekent ook dat het succes van de Monikarta, die eigenlijk alleen in de kuststrook tot zover werkt, omdat in de kuststrook alleen postapparaten worden gebruikt of ATM's aanwezig zijn, dat dan ook de SOSAFO uitkeert. De subsidies aan de samenleving, dat die via dit systeem kunnen en ook geen diefstallen meer zouden kunnen plaatsvinden omdat er totaal geen cash gaat of hoeft te gaan naar een ministerie of naar het achterland. Wat is het uiteindelijk doel hiervan? Het doel is natuurlijk zoveel als mogelijk cashless te gaan, maar ook nogmaals vanuit e-government zoveel als mogelijk de diensten het gemak de mensen te laten dienen. Als de platformen er zijn, nogmaals. Wat voor zin zou het hebben dat we een deel maar geautomatiseerd hebben, maar om een betaling te doen aan de overheid, u toch in een rij zou moeten gaan staan. Met dit systeem hoeft het totaal niet, hoeft het helemaal niet. Waarbij u met straks de EID de nodige documenten kunt aanvragen. U kunt een aanvraag nog ook indienen bij een ander ministerie. En u doet de betaling die er eventueel hetgene betaald zou moeten worden. U hoeft in dat geval in tijd helemaal niet meer naar een ministerie eventueel. En voor winkels, voor bedrijven, hetzelfde. Kepalani stelde op, heeft ook wat vragen gesteld omdat hij ook straks gaat integreren. IBS is erbij, Telesuur is er, waterleiding komt er straks ook bij. Dus als de nutsbedrijven, de overige bedrijven, de overheid gebruik beginnen te maken hiervan, hebben we zo meteen een cashless Suriname en dan wordt het alleen maar makkelijker voor de burger. Het is een geweldig systeem, een heel nieuwe ontwikkeling en ik denk dat het ook een goed IT-platform zal zijn waarbij dus een giraal payment systeem zal worden gestimuleerd. En ik benadruk vooral het giraal payment systeem. En waarom ik dat doe is omdat in de wereld van vandaag zoveel als mogelijk wordt gestimuleerd om te gaan van gartaal naar een giraal systeem. En het is een van de meest moderne systemen. En zoals de presentatie het eigenlijk aangaf, ook vrij goed. Ik denk dat de ontwerpers en initiatiefnemers er bijzonder goed over hebben nagedacht.
heel wat aspecten hebben meegenomen die niet alleen te maken hebben met het betalingssysteem, maar ook de Surinaamse situatie dat erg belangrijk is. Mijn complimenten voor de initiatiefnemers voor het introduceren van dit systeem. U gaat het zeker in uw winkels introduceren? Ja, we zijn dat zeker van plan. We hebben al een eerste aanzet daaraan gegeven met ons backbone department, dus de IT. Die in feite het security systeem dan in feite aanmaakt samen met de provider, met de initiatiefnemers. Dan wordt er getest. Er wordt heel veel getest. Omdat ieder platform onderhevig is aan een behoorlijke rigide checks en balances. En we zijn van plan om dat heel binnenkort te introduceren.